Goedemorgen, YouTubers. Ik en Wendy zijn nu op weg naar het ziekenhuis. Ik moet voor een nucleaire botonderzoek gaan. Omdat ik heel veel spierpijn heb in mijn rug en mijn nek en onderrug en mijn heup. Moet ik een nucleaire dingen gaan doen. Eerst iets inspuiten om 8:30 morgens. Hier woont mijn schoonpa. Ik ga je altijd bij me doorrennen. Nu moeten we naar Genk ziekenhuis. De Zon. Ja, nu moet ik eerst iets laten inspuiten, een nucleaire voedstof. Dan moet ik ergens 4 uurtjes gaan rondhangen in Genk. En dan, een rare camera. En dan, moet ik onder de botscanner rond 1 uur, denk ik. 1 uur, half 2, botscanner, dat is een uur onder de machine. Daar is het dan. Ik zal een paar filmpjes optonen als ik dat mag filmen. Allee, dat zijn we, zullen zien, hè. Dat is mijn madame, die is nog niet te veel wakker, die gaat mee. Als ik moest doodgaan, pakte ik de ticket in de acte. Klotzak. Dat is juist te laat, joh. Kom, joh. Ja, kijk. Ja, ik en Wendy zijn ziekenhuis aangekomen, hè. Wendy, kijk eens. Wendy ook is in het ziekenhuis. Valt nog mee hier binnen. Maar het was een chaos, joh. Hè? Ja, nu gaat het ook nog een chaos worden, hè. Dat moeten we zien, ja. Loketjes, ja. Zoek een loketje. Wacht, hier zijn de vrij, hier zijn de vrij. Hier, houd het vast. Niet zo snel. Aanmelden. En schillen. Hier is de brief. Briefje? Een vluchteling. Doe met de scout. Doorgaan. Wat is het allemaal? Ik ben mijn adres aan jou. Doorgaan. Nucleaire geneeskunde. Heb je gezien? Nucleaire geneeskunde. Staat het erop, ja. Kom eens dan. Ik heb die brief niet aan, dan kan ik terugkomen. Ah, daar staat het op welke richting je moet gaan. Even wacht op GEG. Kunnen we doorgaan. Ah, nog ticket, joh. Twee keer een kaart. Oh, dat zal wel goed zijn. Loket 70, of wat staat hier? Volg de borden, letter G. Verdieping mijn 1. Oh. Wat is dat allemaal? Ja, nu mag je ook eens komen. Wie? Ja, nee. Ja. Wie heeft nu sandalen aan met kousen? Mag je wel filmen? Ik ben juist buiten, als ze ergens terugkomen, dan ben ik wel aan het filmen. Zie je maar. Naar de parking, Wendy loopt voorop. En ik loop achterop. Hier de interieurshop. Hè? Film maar. Ja, we zijn uit het ziekenhuis. Ik heb een vloeistof ingespoten gekregen. Binnen mocht ik niet filmen. Met de apparaten met de nucleaire atoombommen liggen. De nucleaire botscanning apparatuur. Wendy is er ook bij. Dat ging heel vlot, moet ik u zeggen. Het verkeer is wel heel druk. En nu zijn we onderweg naar Genk. Maar dat is ook heel druk.
Dus om, ik heb nu een vloeistof ingespoten, die moet inwerken. En binnen 2 uurtjes moet ik teruggaan. Dus om 11 uur moet ik dan daar terug zijn. En dan duurt dat 1 uur onder de scan. Nu ben ik 2 keer 3 minuten geweest. Ik ga daar proberen er een beetje te filmen, maar hier in België is dat zo, dat is niet lekker in Nederland. Dat Securitas man zo naar mij komt te zeggen, dat mag niet, hè. Snap je? Maar hey, we gaan even door naar de shopping. Voilà. Het loopt nog vlot, slecht weer. Ik denk overal, hè. België, slecht. Allee, daar is de shopping, ziet je de mooie shopping. Dat is maar 5 minuten van het ziekenhuis af, hè. We gaan nu ontbijten, om ons gemakje, en dan terug naar het ziekenhuis. Madame, hier madame, die wou nog shoppen. Maar dat zal tegen haar kloten zijn. Ah, niet geen kloten. Ah ja. Maar ja. Dat is shopping. Dat is mooie shopping, hè. Dit is shopping. Veel mensen, ik zou aanraden, kom naar de shopping als je hier nog nooit geweest bent. Dat is heel mooi, de shopping. Ja, wij doen. Shopping 1, dat is echt, dat is parking allemaal, hè. Dat is nu wat drukker, maar het is markt en Genk, maar je met dat weer. Maar betaalparking is nu zo beeldelijk. En ik ga je even laten tot ze hebben. Hé, we zijn de lucht tegen wijze hier, kom maar hier naar de lucht. Ja. Nu Mooi. We hebben bezoek in de lift. Dat is dan mijn zoontje, dat doet zo vloggen op YouTube, kent je? En dan is dat hij op internaat, hè, mijn zoontje. Ik ben nu een beetje begraaid. Dus als je kunt, als je een kleine vloeistof in gespoten. Oh, een scanner zou ik voor echt draaien. Ja, dat is leuk. Dat was dan thuis gegaan. Oh, waar gaan we? Ach, de auto's zijn weg. Dat is uw schuld. Dat is toch een aandenken. Dat heb je vooral tijdens je dood zijn, heb je dat. Hier, kijk, gingen wij die lopen naar de shopping. We gaan ontbijten, maar dat moet goede koop zijn, hè. 6 euro is maximum, hè. 6 euro, meer niet, hè. Valt mee in de shopping. Ik ga de shopping laten zien, dan. Meer heb je niks, hè. Het is kalm in de shopping, hè. Juwelen. Auto geparkeerd. Niemand kijkt mijn vlogs, maar ja, zo erg. Nou ja, ik hoop daar niet rijk van. Dat is niet de bedoeling, het is voor kindje de timmerman, hè, dat hij iets of wat kan. Mocht je die mensen filmen daar? In de shopping. Mag dat? Hè? Ik ga geen mensen filmen, want hier in België is privacywet. Hè. Heel stelkens draaien zo. Shopping zo. Zijn die broekjes gescheurd van achter? Ja, zo scheur. Voilà, we zijn er, hoe laat is het? Oh, dat is gewoon op de hele. Hè? Waar gaan we? Ik ga de camera uitzetten, de privacy wet. Dit is de ontbijtende lunchgarde. Wendy. Hoeveel betalen we hiervoor voor deze ontbijt? 3 koffies wel, hè? 3 koffies. 10 euro, 11 euro pak. Smakelijk, Wendy. Smakelijk. Oh, ja, hier ben ik weer. Ik heb hier een kameraad tegengekomen, supporter van Genk in de Shopping 1. Ik ga het eens laten zien. Voilà. En, hoe gaat het met u in de shopping en zo? Goed, hè. Twee, ja. En ik heb een schoen van meisjes. Ja?
En voor de rest zo alles oké, okay, zo gang en zo. Is je echt fan van gang zo? Ja. Maar wie zit je fan, de grootste? Wie is je beste voetballer? Tongeren. 77. Ah, 77? Ja. Ah. Tongeren. Ja, zo is het wel kennen dan. Hè. Ja. Dus je komt al weer weg in de shopping. Wat vind je van de shopping? Ik vind het een goede winkel. Ja, fijn om te wandelen en zo. Ja. Gezellig ook. Ja. Voilà. Dat is goed zo opgenomen voor u, hè? Ja. Ja, dat zijn we ook eens op, hè? Zeker. Voilà. Dat moet, hè. We gaan eens een beetje verder van hem hier zo. Ja. Je moet wel passen voor de privacy bed, hè? Ja, dat is hier een honderd keer dat doen, hè? Hier niet. Voor de trappen. Dat moet, hè? Als we een beetje reclame maken. Ja, nu gaat het wel. Hoe gaat die wel? Nou, we gaan uit het ziekenhuis, ik en Wendy. Nou, ik heb onder de scanner gezeten. Ik heb onder de scanner gezeten, weet je wel. Kapot ben ik. Kapot heb ik. Oh, dat is een vreet, dat is vol nog. Ah, deze is veel nog. Moet ik ze maar zelfs zoeken in de tas. Spionnen. Ah, daar was het een keer bij mij een man onder de scanner. Hè? Huh? Ja. Daar was bij mij zo'n een keer zo'n man onder de scanner. Hè? Huh? Waar mijn ziekenhuis, hè? Ah, hier waren ook wc's. Ja, dat zei ik toch. Ik zei, als die wc's zijn proper, dan waren we gegaan. Dat is ook goed. Is het stinky toilet nee, gegaan? Nee, dat was het niet stinky, dat was maar boven. Stinky toilet. Stinky toilet. Dat was trouwens natuurlijk ook gevallen, maar is die uitgevallen. Ja. Dus komt die man er nog tegen, want ze moeten eten van zijn kutentas. Ja, denk je dan niet. Hè? Moet je daar koffie gaan drinken? Hè? Moet je een bedje hebben? Hé. Hey. Waar gaat je? Oh. Staat die daar niet meer in de machine? Oh. Waar is cola? Cola hebben, ik heb in de auto mijn dingen. Pak maar een blikje cola. Pak een blikje, ja. Kijk je mens. Maar ik kom dan. La 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 Weet je de mensen hoe Genk ziekenhuis eruit ziet, hè? De balie. Dat is de uitgang, dan ga ik afsluiten. Ja, we rijden naar huis! Joepie, ben er vanaf! Ja, hoe leef toch! Leef! Alsof het de laatste dag is! Leef! Leef! Wat is mijn geen toen? Wat is mijn geen toen? Met de GSM bezig! Oh, leef! Ik weet niet of je dat ziet, maar die rot weer. Daar was vroeger Vocht. Vocht gelijk gemaakt met de grond. Nu is dat Essers. Meer lappen die pikken alles. Met de Essers. Klein beetje mijn vocht, dus daar nog. Daarvoor weet ik niet, broer. Broer. Dat is hier allemaal vocht.
terrein ook, daar zijn ze nog een beetje af aan breken daar. Hier hebben die andere fabrieken ook. Jonte Kambale werkt daar aan de club. Ja, Jonte Kambale werkt daar. Linox, dan hebben we de Fuck Garage. Zo gaan we naar huis, hè. Oh, Lambrechts. Oh, Lambrechts. De nieuwe Lambrechts. Ja. Allemaal industriezone geworden. Hier zijn wij nog eens. Hey, Wendy. Wendy altijd met de gsm bezig, hè, Wendy. Naar Vente. Ik moet zeggen, Wendy Jacobs is naam. En ze is verliefd op Enzo Knol. Nee, ja. Ja, ja, ze zegt altijd nee. Woe! Oppassen. Ze zegt altijd nee. Ja, maar het is waar. Het is, laat die tattoo zien. Laat die tattoo zien. Ziet je de tattoo? Zit je die op de tattoo-camera? Zit je die daarop? Niks meer te zien. Daar, zit je hem? Laat het zien. Zit je op de camera? Ja. Wow. Oh, hij bent naar huis. We maken bijna accidenten. Woehoe! Ah, de kristal. Pick and Buck zou ik zeggen. Pick and Buck. Pick and Buck. Hier hebben we nog gewerkt. 1 maand. 1 maand. Dat was lang, joh. Ah, de molen. Hout. Als je hout wilt hebben, kom naar de slagmolen. Hé, hey, goede koop, hè. Alles wat in de Hubo ligt, dat komt allemaal van hier, hè. Gamma, Hubo, Rico. Dat komen we allemaal hier halen. Ja, ja. Als je lekker wilt eten, dan moet je bij Resto zijn. Ik zal een rutje doen voor Resto. Dan gaan we een rondje draaien. Hier bij Resto moet je dan gaan eten. Echt waar, mensen. Heel goede koop. Daar, VNB gaat daar ook al. Ah. Dan maken we nog een rondje, mensen. Nee, 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 joh. Allee, joh, ik ben zo al niet te goed. Eén rondje, de VNB zijn ook in eten daar. Ik kan je toch niet achterwezen? Ja, en dan nog. Dat is een hele kwaaie madame, als je zo één hebt. Rijd daar, joh. Ah, dan gaan we naar huis, hè. Dat is niet leuk, jij. Allee, tot de volgende. En wat zeggen we? Peace.